kan niet continu zo blijven praten, want dan wordt dit wel een beetje lastig. Plus dat het een soort persiflage wordt dan, en dat wil ik ook niet. Het moet wel een man van vlees en bloed worden. Hallo, ik ben Kees Boot. Ik speel Rinus Michels, onder andere. Ook de vader en, van Praag en nog wat andere kleinere dingen. Het is ongelooflijk leuk om in 14 te spelen. Ik had de show nog niet gezien, dus ik heb niet meteen enthousiast ja geschreeuwd. En toen zag ik hem en ik was zo onwaarschijnlijk blij verrast. En dat meen ik echt. De muziek is origineel, de teksten zijn origineel, het verhaal is origineel. Ja, toch wel de voetbal is oorlog. Omdat het toch elke keer wel weer is, je moet Michels wel proberen neer te zetten. En hij komt vlak nadat ik de vader ben geweest en vlak nadat ik van Praag ben geweest. Dus het is een soort rollercoaster waarin je begint. En dan kom je om en dan moet je Michels een beetje neer gaan zetten. Dat vind ik altijd wel even een dingetje. Wat mij betreft is het tijdperk Cruijff voorbij. Die zin, die vind ik eigenlijk het allerleukste. Wetende inderdaad dat hij daarna toch nog uit zijn tenen nog even Feyenoord kampioen heeft gemaakt. Het is eigenlijk een underscore. Hij heeft dat geschreven onder de beelden, de Europa Cup beelden. En die underscore, ik zweer het je, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, ik ken dit nummer. Dus, wat goed, dus ik heb hem geshazamd. En toen kwam ik dus uit, inderdaad, bij 14. Hé, is dit origineel? En hij heeft dus gewoon een aantal artiesten bij elkaar gepakt. Hij heeft er een nummer van gemaakt. En het zit zo goed in elkaar. Het accent is op zich wel lastig, ja, vooral om hem vol te houden. Wat ik probeer ook is om hem aan te stippen in het begin. En op een gegeven moment zakt dat wel langzaam weg. Omdat je kan niet continu zo blijven praten, want dan wordt dit wel een beetje lastig. Plus dat het een soort persiflage wordt dan. En dat wil ik ook niet. Het moet wel een man van vlees en bloed worden. Dus 88, dat is, die beelden zou ik nooit vergeten. Dat hij inderdaad op zijn hand op zijn hoofd die bank afkomt. En dat beeld. En dat mooie clubje, dat is met z'n allen daar met die voetjes. Toen was ik 18. Ik denk niet dat ik een goede coach zou zijn, omdat ik een beetje wat Cruijff ook in het begin had. Ik verwacht dan wel meteen dat mensen doen wat ik zeg. En als het dan niet lukt, ik heb daar het geduld niet voor, joh. Ik ben al jarenlang, althans sinds ik in Amsterdam woon, gewoon Ajax-ziet. Ik kom zelf uit Dronten, waar Hakim Ziyech ook vandaan komt. Waar ik rete trots op ben trouwens, dat vind ik echt gek. Hij heeft dus gevoetbald bij mijn voetbalclub. Vroeger was dat natuurlijk Van Basten. Dat is gewoon een grootheid. Als voetballer was die man fantastisch gewoon. Echt fantastisch. Die omhaal Van Basten, ja. Omhaal Van Basten naar Ajax, dat was echt, wat een doelpunt was dat, zeg. Moet ik toch wel zeggen, en die zit ook in de voorstelling trouwens, toch wel dat doelpunt tegen Haarlem. Dat toen hij net terug was. En dat er meer echt explodeer. Jopie is weer terug. Dat was echt gewoon wow. Dat is gewoon mythisch. Hij heeft er te veel. Hij heeft er echt te veel. Maar goed, zijn bekendste. Ook nadeel heeft zijn voordeel. Je kan niet van ze winnen, maar wel van ze verliezen. Allemaal dat. Ja, er zijn er zoveel. Omdat het gewoon echt met een voetbalachtergrond gemaakt is. Dus het is niet alleen maar we doen alsof. Of we gaan nu... zingen over voetbal, dat is het allemaal niet. We hebben gewoon live beelden, je ziet gewoon de beelden van Cruijff. Daar valt niets aan te veranderen, dat is gewoon wat het is. Het is nooit zoetsappig. Het is nooit oneerbiedig. Ik vind dat Cruijff, zoals die wordt neergezet, ook door Tobias, dat is zo eng goed, dat het een groter eerbetoon zou die man eigenlijk niet kunnen hebben, vind ik. Ja, omdat er nog heel veel andere dingen ook gebeuren eromheen. Dus je krijgt ook, Danny wordt ook uitgelicht. En dat is, het is echt niet alleen maar bloedserieus voetbalgedoe. Er gebeurt nog van alles omheen. Het zit gewoon, als show zit het gewoon ontzettend goed in elkaar. Dus het is voor iedereen leuk. Maar mijn vrouw is niet echt een voetbalfan, maar die vond het fantastisch. Een van de betere dingen waar ik ooit in heb gestaan, zei ze. Nou, dat is wat. Deze voorstelling is met kop en schouders de leukste voorstelling die je op dit moment zou kunnen zien in de theaters. Al is het alleen al omdat het heel erg goed gespeeld wordt. Komen jullie kijken?